Ja, voorzitter, de leden van onze EP-fractie in Brussel zullen hier vandaag niet spreken. Wij zijn van mening dat in dit nationale parlement alleen de volksvertegenwoordigers mogen spreken die een mandaat hebben van de Nederlandse kiezer voor de Tweede Kamer. En dat principe kan wat ons betreft niet aangetast worden. Zo belangrijk is dat EP niet. Voorzitter, de staat van de Unie is afgekeken van de State of the Union in de Verenigde Staten. Meneer Pechtold, het is niet. Het is, ik heb het aan het begin voorgelezen. U heeft vanmiddag een debat gehad met elkaar. En het is niet de bedoeling dat we Kamerleden ook EP-leden interimperen. Ach. Nou, ik ben toe aan het paasweekend. Ik ben toe aan... Maar u mag uw collega van de PVV-fractie natuurlijk wel gewoon interimperen. Misschien mag ik me eerst even voorstellen, meneer Pechtold. Ik ben Beertema, PVV-fractie. Tweede Kamer. De naam is Pechtold, meneer Beertema. Nice to meet you, Mr. Pechtold. Voorzitter, ik heb aan de collega een vraag. En daar geef ik zomaar mijn derde interruptie aan. Want in de eerste plaats denk ik dat de heer Beertema daar niet mee weg kan komen en zeggen, de PVV doet dat nooit, want de PVV deed dat in het verleden wel. Nee. Meneer Beertema schudt nu nee, maar ik kan me nog herinneren dat de heer Matlener hier geregeld gewoon bij de Staat van de Unie aanwezig was. Dus voorzitter, op dat punt een verklaring hebben. Maar het tweede, dat vind ik, want dan is die interruptie tenminste ook nog, gebruik ik daar ook een tweede vraag in. Ook een wijziging zie ik ten aanzien van de vergoeding in het Europees Parlement. Waar de vorige delegatie van de PVV altijd zei, €400 per maand, dat is het wel. Daar moet je alles van kunnen doen. Zegt de huidige delegatie, €4.000 per persoon per maand. Ja, daar moet je al die kosten van kunnen dekken. Dus ik zou op allebei de punten toch wat meer uitleg van de heer Beertema, mijn collega in de Tweede Kamer, willen hebben dan alleen, dat doen we nou eenmaal zo. Dus zowel op het punt, wij waren hier nooit en voerden nooit het woord, als de vertienvoudiging van wat de PVV-fractie maandelijk toucheert. Meneer Voorzitter, Beertema. Ja, dat eerste, daar heeft collega Pechtold, mijn Tweede Kamercollega Pechtold, een punt. Ik kan wel zeggen dat het voortschrijdend inzicht is, maar ik denk dat ik gewoon eens een gesprek met mijn medewerker moet voeren die dit kennelijk ontgaan is. De heer Matlener, ja, ik herinner het me niet. De heer Matlener schijnt hier het woord gevoerd te hebben. Daar prijs ik hem voor. Wij zijn nu in ieder geval van mening dat niet zo is. Dat komt misschien door mijn invloed als Europese zaken woordvoerder. Wat het tweede punt betreft, ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat we het hier hebben over de staat van de Unie, de State of the Union. En het viel mij al enigszins op dat al die geachte afgevaardigden hier het woord gevoerd hebben, helemaal niets hebben losgemaakt, zelfs collega Van Balen niet, aan interrupties en zo. Iedereen zat wat op met zijn telefoon. Dus zo interessant werd het allemaal niet gevonden. Maar meneer Pechtold, mijn collega Pechtold in de Tweede Kamer, heeft iets gevonden. En dat gaat over iets wat we allang besproken hebben in een vorig debat. En onze gemandateerde fractie in het EP heeft inderdaad een ander inzicht. En dat wordt te zijner tijd nog geëvalueerd. Zo wordt het afgesproken, zo is het en zo blijft het. Maar misschien vindt u dit toch een heel belangrijk punt in het kader van het grote geheel van de Europese Unie, wat we nu aan het bespreken zijn. Maar ga gerust uw gang met een vervolgvraag. Voorzitter, beetje scherp. Gaat u gaan. Voorzitter, nee, maar het is goed om vast te stellen dat naast het in stand houden van Straatsburg, want de enige fractie in het Europees Parlement die daarvoor is, is de PVV-fractie. Naast de financiering van de zusterpartij Front Nationaal door Poetin, dat er nu ook nog de bijdragers als het gaat om de onkostenvergoeding bijkomen en de verandering ten aanzien van je verantwoorden hier in het Nederlands parlement, ook als Europarlementariër, want je bent wel door de Nederlandse bevolking gekozen. Voorzitter, ik zie vier punten waar de PVV misschien met al zijn Europa-kritiek ook naar de eigen kiezers misschien wat meer open moet zijn. En daarom heb ik de heer Beertema graag de kans gegeven op alle vierde punten zich nader te verklaren. En daar geef ik hem nu, omdat het eerste antwoord toch wat magertjes was, nog een keer de ruimte voor. Dus graag op. Waarom houden we Straatsburg? Waarom laat Le Pen zich financieren door Poetin? Waarom toucheren ze €4.000 per maand? En waarom is uw collega hier niet?
Voorzitter, tegen het verhuiscircus naar Straatsburg, daar hebben we altijd tegen geageerd. Als het gaat om de vergoedingen, dan moet ik collega Pechtold meegeven dat wij in ieder geval 4 jaar lang daarvan hebben afgezien. En dat is meer dan al deze Europarlementariërs bij elkaar die dat allemaal hebben getoucheerd. En dat heeft de Nederlandse belastingbetaler en de Europese belastingbetaler heel veel geld gekost. Geld wat wij hebben bespaard. Dus misschien is het een leermoment om ook uw geachte collega die naast u zit eens te vragen: zou jij dat ook niet eens doen, wat inleveren? Zoals de PVV dat toen deed. Gaat u verder. Even kijken, waar zijn we gebleven? Want ik was nog net begonnen, volgens mij, voorzitter. Ja, de staat van de Unie is afgekeken van de State of the Union in de VS en is van meet af aan een PR-instrument geweest van die politieke elite in Brussel die maar één ontwikkelingsrichting kent, hè, naar die federale Verenigde Staten van Europa, die zich ook nog eens zo ver mogelijk naar het oosten uitstrekt. Dat ons nationale kabinet die terminologie overneemt, geeft aan dat er geen afstand is tussen die federale ambities van Brussel en de ontwikkelingsrichting van deze minister-president en zijn kabinet. Mijn eerste vraag daarom aan de minister-president: is dit inderdaad zijn stip op de horizon ook? Die overdracht van bevoegdheden en soevereiniteit gaat maar door. Steeds maar weer worden ballonnen opgelaten, nu weer om een Europees leger te formeren. Het feit dat we onze binnengrenzen niet zelf mogen beheren, en dat is een heel belangrijk punt. Mijn motie is afgewezen en die ging over die Griekse dreigement om ons te overspoelen met asielzoekers en terroristen. Dat is toch wel het meest schrijnende voorbeeld van de laatste maanden. Door Griekse chantage dreigen honderdduizenden gelukszoekers en honderden, misschien zelfs duizenden IS-terroristen het Schengengebied te bestormen. De minister-president en het kabinet ontkennen tegelijkertijd dat er sprake is van overdracht van soevereiniteit. Maar feitelijk gaat die overdracht door in de achterkamers van Brussel. Een versluierde, stiekeme overdracht van soevereiniteit. Nou, dit debat, de staat van de Unie, is het geëigende moment voor de minister-president om zich uit te spreken daarover. Want hij is ook nog de politiek leider van de VVD. Hè? En daarmee is hij toch schatplichtig aan de voorzitter van de liberale familie in het Europarlement, de heer Guy Verhofstadt. En die neemt geen blad voor de mond als het gaat om al die federale ambities van de Unie. In het Vlaamse blad Knak zei hij vorige week, meen ik: als Europa niet uitgroeit tot één federatie, dan wordt het op wereldvlak weggespeeld. Nou, graag een korte reflectie van de minister-president hierop. Wil hij nou een federatie of niet? Wil hij een EU-leger, net als een EU-openbaar ministerie, een EU politiemacht, en wil hij uiteindelijk dat de EU zelf belastingen gaat heffen, of sluit hij dat helemaal uit? Wij wijzen de naamgeving Staat van de Unie dan ook af, voorzitter. Er is geen federale staat van Europa, er is geen Europese demos, er is geen culturele verbondenheid tussen Henk en Ingrid en de burgers van Moldavië, Georgië en Oekraïne. De landen met wie wij sinds vandaag associatieverdragen hebben. Die verdragen, voorzitter, waren door de fellow travelers van de EU-elite die hier in het parlement zitten, geagendeerd als hamerstuk. Nou, ik heb het onthamerd omdat ik vind dat het een debat verdient. Uiteindelijk vond iedereen dat. Omdat ik wil laten zien dat de eurofiele partijen, die fellow travelers van Brussel, zich wel solidair voelen met Moldavië en Griekenland, maar niet met Henk en Ingrid, die hier in Den Haag en in Rotterdam en overal in Nederland dagelijks de gevolgen ervaren van de open grenzen. Want zij zijn het die lijden onder de verdringing op de arbeidsmarkt, in die lager betaalde banen vooral. Zij zijn het die dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van die open grenzen van Schengen. Zij zijn het die hun belastinggeld moeten afstaan aan ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs, justitie, rechtspraak, terwijl hun eigen zorg en onderwijs wordt uitgehold en de bejaardenhuizen gesloten worden. Zij leveren geld in, leveren welvaart in als gevolg van die gigantische herverdelingsoperatie die de Europese Unie eigenlijk is. Nou, dat is de staat van de Unie voor de kiezer van de PVV. Het zuiden en het oosten van de Unie worden rijker gemaakt met gratis geld. Gratis geld dat van de hardwerkende burgers wordt afgeperst in de lidstaten die de zogenaamde netto-betalers zijn. Voorzitter, dit is de staat van de Unie. De Unie verkeert sinds 2009 in een permanente staat van crisis. Een muntunie kan niet bestaan zonder een politieke unie. Een politieke unie, een federale Verenigde Staten van Europa, kan niet bestaan zonder een demos. Zonder een volk dat waarden deelt van burgers die elkaar kennen van nabij, van nabuurschap dus. Van burgers die bereid zijn solidariteit te betonen aan die buur. Henk en Ingrid, voorzitter, delen geen waarde met de burgers van Abchazië. Zij wensen de burgers van Griekenland, Moldavië en Oekraïne het allerbeste, maar willen geen geld en welvaart afstaan aan landen die zich door de ever-closing union aan de Nederlandse grens melden, die overigens niet meer bestaat.
Een paar woorden nog, voorzitter, over de feiten van de Unie volgens de Algemene Rekenkamer. Kort samengevat, de Europese Rekenkamer heeft nu voor de 20e keer, ik zei het net al, geen positief oordeel kunnen vellen over de besteding van de EU-gelden die door Henk en Ingrid zijn afgedragen. De Rekenkamer geeft veel voorbeelden van geldverspilling en van frauduleus handelen. Onze conclusie, de EU functioneert niet. Dat is de staat van de Unie in het jaar onze heren 2015. De EU werkt niet als het gaat om de interne organisatie. De EU is aan het eind van zijn verhaal als het gaat om de eigen politieke ambities. De EU-voorzitter is een sterfhuis dat wacht op de grote klap die gaat komen als de chantage van Griekenland is uitgewerkt en de politieke hooligans die daardoor de Griekse demos zijn neergezet hun land uit de EU zullen leiden. Want Grexit, voorzitter, is de enige rationele uitkomst van het Griekse drama. Er zullen dan spoedig meerdere exits volgen die alle ambities van vrede, veiligheid en welvaart genadeloos zullen ontmaskeren als ideologische waanzin. Ik wacht even tot de bewindslieden. Ja, maar ik ben nu juist met de kern bezig en u praat daar doorheen. Misschien dat het u niet interesseert, maar dan kunt u het nog eens nalezen. Er zullen dan spoedig, zeg ik tegen de bewindslieden ook, meerdere exits volgen die alle ambities van vrede, veiligheid en welvaart genadeloos zullen ontmaskeren als ideologische waanzin. Roekeloos, ondoordacht, verblind door een elitaire, cosmopolitische ideologie die volmaakt is losgezongen van de werkelijkheid van Henk en Ingrid. Ja, het is doorgedrongen, zie ik. Wees dat voor, zeg ik hier tegen de minister-president en zijn regering. Wees dat voor door de gevaren te onderkennen. Wees dat voor door nu maatregelen te nemen waardoor we gecontroleerd kunnen afbouwen. Dat kan door Schengen op te zeggen, onze eigen grenzen weer te gaan beheren, honderdduizenden gelukzoekers en honderden terroristen buiten de nationale grenzen te houden. Wees dat voor door te stoppen met het afromen van onze welvaart en de overheveling daarvan naar het zuiden en het oosten. Wees dat voor door weer zorg te gaan dragen en solidariteit te betonen aan onze eigen burgers en ondernemers die Nederland hebben gemaakt tot wat het is. Wees solidair met de burgers in Rotterdam, in Den Haag, Groningen en Zeeland. Zij zijn zoveel belangrijker dan Moldavië, Oekraïne en Georgië. Wees verstandig voor het te laat is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, collega, voor deze bijdrage. Ik geef het woord. Voorzitter, ook mijn dank aan de bewindslieden voor de beantwoording. Het valt me op dat de minister van Buitenlandse Zaken er toch steeds weer in slaagt om zeer uitvoerig en ook compleet te antwoorden. En daar hebben wij waardering voor. Voorzitter, als lid van deze Tweede Kamer sinds juni 2010 heb ik het voorrecht om onze traditionele motie voor te lezen. Daar gaat hij. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat de euro en de Europese Unie in een staat van permanente crisis verkeren sinds 2009. Van mening dat er voor de Nederlandse burger geen uitzicht is op een gunstige uitkomst van het project EU door het permanente falen van de interne organisatie en door het doodlopen van de politieke ambities van de EU, verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een exit-traject van Nederland in werking te zetten met als eerste onderdeel het opzeggen van het verdrag van Schengen en gaat over tot de orde van de dag. Vooral het verdrag van Schengen, voorzitter, is belangrijk voor ons omdat de buitengrenzen niet voldoende bewaakt worden en er een constante dreiging is van de immigratie van ISIS-terroristen. Deze motie is ondertekend door mij en door de heer Wilders. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel van de beraadslagingen. Ik dank u wel. Dan geef ik het.